De wereldbevolking kent een brede diversiteit van wensen waar het mobiliteit aan gaat. Het ene land zweert bij diesels, het volgende land heeft er niets meer mee. Nederland bijvoorbeeld ziet de populariteit van de auto met de dieselmotor afnemen. Daarentegen is de benzinemotor en de plug-in hybride, de benzinemotor in combinatie met een elektromotor, hartstikke populair. Het ene land heeft weinig met elektrische auto's. Het andere land, Nederland bijvoorbeeld, juist wel. BMW maakt geen keus voor de consument. BMW biedt de keus. Dat noemen ze de power of choice. Oftewel, de X3 is leverbaar met zo'n beetje elke gangbare vorm van aandrijving. Dit is een iX3. Die is dan hartstikke elektrisch. Hans Zimmer is de man achter de akoestiek van deze elektrische auto. BMW iX3, hartstikke elektrisch. Dus stil, ja, heel stil, maar niet compleet stil. Toch, iedereen een beetje te waarschuwen, heeft hij, de man van de filmmuziek, de grote man achter de filmmuziek, de juiste akoestiek gezorgd. Ja, het is bijzaak, maar wel leuk natuurlijk. We hebben in de iX3 een 80 kWh accu bij ons, standaard. Dat is het formaat, dat is een grote accu. Daarmee kom je 460 km ver. Het officiële rijbereik in de iX3 is 460 km. Dat is goed, maar je wilt natuurlijk ook weten hoe snel die laadt. En dat is ook goed. In 10 minuten tijd, als je de iX3 aan de snellader hangt, dan laad je 100 km rijbereik. Dus 100 km rijbereik in 10 minuten tijd. Dat is gewoon flop. En die snelladers, daar staan er tegenwoordig steeds meer van. Hè? Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. En dat maakt een reis met een elektrische auto eigenlijk net zo makkelijk als een reis met een niet-elektrische auto. Want de prijs, €67.500, dat is behoorlijk scherp. Zeker afgezet tegen de concurrentie. Maar, en dat is eigenlijk wel aardig, maar het is scherper dan BMW in eerdere instantie had gecommuniceerd. Duizenden euro's voordeliger, jawel. En dat zit hem een klein beetje in het feit dat BMW natuurlijk die power of choice, de iX3, wil aanbieden. Min of meer in de prijsrange van de andere X3 varianten. Maar hebben ze het dan beknibbeld op bepaalde zaken? Want dat zie je wel eens, hè? Dan is een auto in prijs verlaagd, maar dan plotseling ontbreekt er van alles. Nou nee, daar is hier absoluut geen sprake van. De iX3 is hartstikke compleet. Hier bijvoorbeeld, panoramadak, standaard. Misschien heb je er zelf niks aan, maar de rest van je inzittenden wel. Een wifi hotspot, dan kan lekker iedereen erop en op kosten van een ander heerlijk op de wifi. Maar ook zoiets als goede stoelen, elektrisch verstelbaar, verwarmen. Het zit er allemaal op en aan. Ik ga de rest van de standaard uitrusting niet helemaal opzommen. Dat is namelijk een enorme lijst met de dingen, de essentiële zaken, die heeft hij. Elke BMW rijdt goed. Of het nou een 1-serie is of een M, er zit altijd een levendigheid in, een betrokkenheid. En dat heeft deze iX3 ook. Natuurlijk ook een beetje met het geluk, omdat hij een accu heeft die in de bodemplaat van de auto zit. Dus het zwaartepunt van de auto is vrij laag. Dan heeft hij achterwielaandrijving, heeft hij een lekker levendige besturing. Maar eigenlijk het totale rijkarakter van de auto. Dus hoe de onderstelafstemming is, hoe de componenten met elkaar samenwerken, hoe de krachtoverbrenging is naar de achterwielen. En dat allemaal gecombineerd met elkaar maakt gewoon een hele lekkere, ja, enigszins sportieve auto. Het is een auto waarin je een glimlach krijgt. En dan het regenereren. Elke elektrische auto die haalt eigenlijk stroom uit het afremmen. Dus op het moment dat je remt of van je gaspedaal, je stroompedaal gaat, dan zet die stroom op. Maar de ene elektrische auto doet het op een andere manier dan de andere. Bij deze iX3 hebben ze de keus. Het regenereren, dat kun je instellen in 3 standen. Ik vind het allerlekkerst als hij dat het hardst doet. Dan win je de meeste energie terug en dan hoef je dus tijdens een rit eigenlijk nauwelijks je rempedaal te gebruiken. Kijk, hij remt af. En als je dat een beetje handig doet, en je leert dat heel snel, dan kun je in elke verkeerssituatie precies op de juiste manier afremmen. En dan is dat afremmen dus geen weggegooide energie. Nee, dat is herbruikbare energie. Dat is volgens mij waar we al heel lang
dat heel veel mensen naar op zoek zijn. Ik kan eigenlijk wel stellen dat de iX3 absoluut een interessante nieuwkomer is. Hè? Het is een auto met een heel serieus rijbereik. Een snel laden, dat kan die ook. Hij is heel compleet uitgerust. Het is gewoon een fijn rijdende, beetje sportieve, dynamische auto. Ja, voor een absoluut concurrerende prijs. De meeste varianten van de BMW X3 staan bij de dealer. Deze X3, de iX3, volledig elektrisch, die staat vanaf januari bij de dealer.